Herken je het gevoel als je nog net te jong bent om echt uit te mogen gaan? Een aantal ouders heeft daar een oplossing voor bedacht. Om toch die kinderen het gevoel te geven dat ze in een echte disco verblijven, maar zonder de gevaren van alcohol en andere bedreigingen. Ze mogen het gebouw ook niet voortijdig verlaten. Uit welk idee is de tienerdisco ontstaan? Wij zijn eigenlijk begonnen met vrienden van ons, toen onze kinderen een jaar of 14 waren. En we wouden liever niet dat ze naar het Stralem Zend zouden gaan. Dat vonden we te jong. En ze wouden toch op stap. En zo zijn we eigenlijk op het idee gekomen om zoiets te organiseren. De leeftijden zijn tussen de 10 en 15 jaar. En er wordt gewerkt met echte pasjes. Er is veel animo. En als je niet van dansen houdt, dan kan je bijvoorbeeld biljarten. Er is elke keer een loterij. En er wordt gezorgd voor frietjes en lekkere dingen. Allemaal voorzien door sponsors. Uit hoeveel mensen bestaat dit team? Ons team bestaat ongeveer uit, ik denk ongeveer 20 personen. Allemaal vrijwilligers. Waarom maar één keer in de maand? Dan hebben ze iets om naar uit te kijken. Alles wordt gedaan door de vrijwilligers. Zelfs de DJ's die hun werk erg serieus nemen en er echt plezier aan beleven. Hoe zouden ze hier terecht zijn gekomen? Kijk, eerst waren we bij de Hoeksteen. Alleen, daar ging niet meer door, dus... Moesten we iets anders zoeken. Daar is een jaar tussen gezeten. En toen zijn we hierheen gegaan. Toen zat ik bij een vergadering. En toen zei ik, wil wel draaien. En daarom draai ik hier. Hoe lang doe je dit al? In de pitstop bijna 2 jaar volgens mij. En ik ben zelf 4 jaar geleden begonnen. Als DJ, ergens anders? Ja, met eigen apparatuur op vuifjes en feesten. Hoe ben je dan hier terechtgekomen? Robert die zei van vroeger hadden wij een disco hier in de buurt. En dat werd dan georganiseerd door mensen uit de buurt. En dat willen we eigenlijk weer doen. En Robert en ik zijn beste vrienden. En we dachten van, en aangezien wij toch DJ waren van, ja, dan kunnen wij hier wel gaan draaien misschien. En dan hebben we gelijk weer een disco hier in de buurt. Of de jeugd daar blij mee is? Heel vet, ook voor kinderen. En meestal denk je, die kunnen geen feest vieren omdat er meestal naar straat maar zo is. Daar moet je 16 voor zijn. Dus meestal wel leuk om hier dan te zijn. Ik vind het heel leuk, want je krijgt zo'n kans nu. Want er zijn alleen maar discos voor oudere mensen. Ja, en dit is goed voor jongeren en voor iedereen die wil komen. Tot en met 14 jaar. Vreug me wel. Want zo'n kans krijg je maar 1 keer in de maand en voor de rest nooit. Ja, het is wel leuk, want nou kan je een keer gewoon echt feesten. Ja, keileuk. Ja, wel is leuk en zo. Ja, ik weet niet, iedereen is daar en al je vrienden en dan ga je samen met je vrienden dansen. Dat is best wel leuk. Ja, eigenlijk wou ik dat het dat iedere week was, maar jammer genoeg is dat niet. En zo kunnen de kinderen zich weer verheugen op de volgende tweede vrijdag van de maand.